bevinden ons op dit moment aan de Wilhelminastraat bij een ondergronds container. Daar ligt heel veel afval naast, dus dat gaan we zo eens even bekijken. Ja, en krijgen jullie meldingen op plekken waar veel afval ligt? Of rijden jullie rondjes om dat op te zoeken? Ja, we krijgen meldingen. We hebben een meldkamer. Daar kunnen mensen een melding maken via het klantencontactcentrum. Tevens hebben we ook een eigen lijst waar overlast locaties zijn. En daar gaan we elke dag langs. Ja, dan ga je dus naar zo'n plek toe waar het eigenlijk een kleine vuilnisbelt is. En dan? Dan gaan we het afval bekijken, foto's maken en dan gaan we het doorzoeken. En dan gaan we bij mensen aan de deur en dan volgt de vraag een procesverbaal. Mensen denken nu dat ze meer moeten gaan betalen, maar in principe de basis is goedkoper geworden. Dus ze betalen niet meer. We zijn al 100 meter verderop bij een milieuplein waar het wel schoon is. Hoe komt het dat het hier wel schoon is en 100 meter verderop niet? Nou, je zit hier in een buurt waar relatief veel oudere mensen wonen. Die mensen die zijn veel thuis, dus mensen zien het ook van elkaar. Spreken elkaar daar ook meer op aan. Als het niet goed gaat, was ook veel meer gemeld. En dat weten mensen ook. Dus ja, dan bedenken ze zich wel twee keer voordat ze het ernaast zetten. Dus eigenlijk hoop je dat de mensen elkaar daar ook gaan aanspreken? Ja, dat zou het mooiste zijn. Sociale controle, dat werkt vaak heel erg goed. En dat loont zich. Vaak nog zelfs beter als de handhaving.